Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal, welkom. Even nog mezelf opzoeken. Even kijken. Ja, gevonden. Is het geluid goed, dames? Ik zie Ingrid, hoi Ingrid, Mario, goedemorgen, Ingeborg, goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Ik zal nog eventjes wachten tot er meer zijn en ik een seintje heb gekregen voor jullie dat het geluid goed is. Oké, dankjewel Angela. Het geluid is dus goed. Fantastisch. Nou, we gaan weer gezellig een uurtje knutselen. Zoals jullie zien heb ik al de jelly plate klaar liggen. En dan gaan we een kaartje meemaken. En als we nog wat tijd over hebben van het afwrijfblaadje, nog een creatie. Maar we gaan het zien. Als we maar plezier hebben, toch? Nou, ik zal nog eventjes wachten tot er nog meer mensen binnenkomen. Ik was volgens mij een beetje aan de vroege kant, maar... Goedemorgen Renate en Janne, gezellig, leuk. Oh, was het mooi op tijd. Nou, hè, gelukkig. Nou, er komen allemaal langzaam mensen binnendruppelen. Ja, ik val dus in nu voor Rianne, die heeft lekker vakantie. Dus dan pak ik een woensdagochtend van haar over. En ik geloof dat Rianne nog... Volgende week is ze er volgens mij ook nog niet en dan daarna is ze weer terug. Maar het wordt aardig opgevuld door de andere dames van het designteam. En Janine is ook al heel veel online met de lives deze week. Ook zelfs de spontane lives. Dus aan inspiratie genoeg, denk ik. Oké, ik ga gewoon lekker beginnen. Wat gaan we doen? We gaan lekker met de jelly plate spelen. En ik heb de ronde jelly plate. En de jelly plate die bewaar ik eigenlijk altijd tussen gewoon een stukje printpapier. Ik weet niet of jullie het ook al kunnen zien, maar je ziet hier ook al een kring in ontstaan, een vettige kring. Ja, je kan het zien. Dus dat, ja, die jellyplate geeft toch iets af en blijkbaar, als die tussen dat plasticje blijft zitten, als je hem daarin opbergt, dan kunnen daar van die bubbels ontstaan. En dat blijf je dan zien. Dat krijg je dan niet meer weg. Dus als je dan met verf en met inkt aan de slag gaat, dan zie je gewoon altijd op je afdrukje. Blijf je die vlek zien. Hoeft niet erg te zijn. Niks hoeft perfect te zijn. Maar blijkbaar met stukjes gewoon printerpapier. Als je het daar tussenin opbergt. Heb je daar geen last van. Dus nou ja, goed. We gaan het zien. Ik weet niet of het zo is. Maar ik geloof het graag. Dus daarvoor doe ik het ook. Oké, ik heb hem op mijn kleerblokje. Dit is trouwens een jellyplate van 7,4 centimeter. Die zit ook in die set waar je die hexagon hebt. Een rondje en volgens mij een klein vierkantje. Staat in die set zit die. Het is een klein leuk rondje. Nou, wat ga ik doen? Ik heb een brede. Nou, deze is van toevallig van Ranger van Tim Holtz. Ik ga werken met wat oxide inkt. Die ga ik gewoon met de brede. En ik heb ook gelijk een
kladje hier naast me liggen. En hier dit witte kaartje. Dat is gewoon om even te laten zien dat er straks inkt op komt. Nou, wat doe ik? Ik ga met mijn breien eventjes over mijn inkpetje. En ik probeer die mustard sheet alleen een beetje in het midden aan te brengen. Niet te veel, want ik ga nog veel meer kleur aanbrengen. En ik ga hem gewoon lekker de rest eventjes afwrijven. En dat mag ook gewoon verticaal en horizontaal. Maakt allemaal niet uit, nog schuin. Die veeg ik eventjes af. Heb ik nu voor de oxide even genoeg. De mustard seed. Dan pak ik de Dried Marigold. Dat is een hele lichte, ja, roze, oranje tintje. Daar pak ik ook weer een klein beetje van op. Probeer ik een beetje in het midden hier en daar. Gewoon maar een klein beetje. Hoeft niet zoveel. Net wat ik daarnet al zei. Er gaat nog veel meer op komen. Goedemorgen nog verder voor de dames die nog binnenkomen. En heer, geloof ik dat ik zag. Welkom. We gaan lekker aan de slag met de jelly plate. En de distress oxide inkten. Ik pak een beetje spiced marmalade. Die ga ik zoveel mogelijk langs de randjes doen. Even ietsje meer. Zo, en ook die rol ik gewoon weer af langs mijn kratje. En de volgende kleur. Oh, is die zo aan het scherp stellen? Ja, ik zie het. En dan pak ik de Crackling Campfire. Dan pak ik een heel klein beetje aan mijn randje. Aan het zijkantje. En dan ga ik alleen maar eventjes langs mijn randje iets aanzetten. Maar heel weinig. Zo. En ook die. Nou, die ga ik nog even verspreiden. Zo. Ook weer zo goed als schoon. Zo eventjes een babydoekje overheen, over mijn breien. Zodat die even goed schoon is. Nou, hoef ik niet te vertellen, denk ik, dames. Maar die breien die heeft van die pootjes. Dus als je hem weglegt, kun je hem op die pootjes laten rusten. En dan ligt hij niet op die breien, niet op de rubber. Goed, dat was dat. Dan vind ik het leuk om er toch nog een klein beetje op te stempelen. Daar haal ik de stempelset, de Victorian Dreams, de Timeless Peony, noem ik daarvoor. En daar zit die leuke barokstempel. Dat doe ik eventjes op een kleerblokje. En die ga ik met de donkere kleur. Nou, ik zal met twee kleuren doen. Doe hem eerst met de spuis marmalade. En nog een klein beetje hier en daar met die crackling campfire. En die ga ik dan gewoon ergens afdrukken. En het hoeft ook weer niet zo perfect. Ik doe hem ook hier. Nou, en dan wil ik hem op mijn kaartje. Dan kan ik hem ook nog eventjes op afdrukken. Zo. En dit is trouwens ook een hele simpele techniek, hè, op de jelly plate. Er zijn natuurlijk nog veel meer technieken, maar ik hou hem eventjes hierbij. Zo. Dan pak ik een klein beetje water. Het spraybottel. Ik ga het niet onder de dinges doen. Eventjes van een afstandje ga ik hem, ik denk, 3 keer bemisten. Nou, dit kaartje wil ik niet gebruiken. Dat was gewoon om even te laten zien. Ik pak nu een aquarelpapiertje. En, oh, dan zie ik dat ik hier wat inkt had zitten. En zo. Nou, en dan ga ik hem op mijn kaartje plaatsen.
probeer ik hem een beetje in het midden. Tenminste niet in het midden, maar in het midden van de breedte. En zo. En dan laat ik hem eventjes intrekken. Kan ik gelijk eventjes kijken of er nog vragen zijn. Welkom voor de dames die er nog bij zijn gekomen. Even een slokje koffie. Oké, en dan gaat hij. Trekken we hem ervan af. Kijk. Nou zie je. Dat die stempelafdruk, die is ook helemaal vervaagd, hè. Maar dat geeft niet. Dat is juist leuk. Het kleine beetje wat hier nog op zit. Op de jellyplate. Hop. Die stempel ik gewoon af. Nou, daar zie je dus niks meer van. Dus dat is niet veel meer op. Ik haal er eventjes een babydoekje overheen. Klein beetje droog. En dan ga ik hem eigenlijk gelijk... tussen het printpapier. Zo. Dat was dat. Dat is die. Nou wil ik hem eigenlijk het liefst aan de lucht laten drogen. En hij is niet zo heel erg nat, dus dat valt mee. Nou, hier gaan we ook nog mee verder. Dus even kijken. Ja, is leuk zo, hè? Yvette. Heel simpel. En doordat je dus ook die Crackling Campfire langs het randje hebt gedaan, zie je dus ook iets gelijk alweer wat diepte erin komen. En ik kan eventueel nog wat gaan spetteren. Ik zou er nog wat water overheen kunnen spuiten om het nog meer te laten vloeien. Want dit is aquarelpapier. Het is 200 grams. Is dit trouwens. Maar wat wil ik nu gaan doen? Ik wil eigenlijk in de achtergrond, in die cirkel, wil ik nog een beetje gaan stempelen. Daar heb ik sowieso. En daar komt hij weer. Uit de Wild and Free. Uit de Strix stempelset. Deze. Dit kleine grasje. Ik had al gezegd dat dat mijn favoriet is. En dat is ook echt mijn favoriet. En die moet er natuurlijk opkomen. Dus die gaan we doen. Ik zal hem dan nu maar eventjes wel op een kleurblokje doen. Ik ga hem met de Versafine Clair Fallen Leaves doen. Dat is een bruin tint. Nou heb ik wel eventjes iets van een papiertje, dun papiertje nodig. Ik kan even bijpakken. Want je denkt dat je alles klaar hebt gelegd, maar dat is natuurlijk niet zo. Goedemorgen, Anne. Oh, Anne, je hebt zo'n ding nog nooit gebruikt? Oh, maar zo'n groot acrylblok is misschien ook niet nodig, hoor. Misschien dat je gewoon ook een deksel van iets anders kunt gebruiken waar je hem op kan plakken. En misschien heb je een stempelhulp. Als je een stempelhulp, daar kan de deksel vaak vanaf los. Dus dan kun je hem op die deksel van de stempelhulp plakken. De jelly plate. Kan allemaal. Ik heb gewoon eventjes een kladje gepakt. Want ik wil straks even dit zeg maar af kunnen plakken. Zodat ik daar niet met mijn inkt op ga komen. Zo. Doe even het inktpetje open. En ik zie gelijk al dat ik. En dan gaan we. Ook wel leuk als ik hem een beetje hier in die hoek. Doordat ik natuurlijk dat papiertje daar neer heb gelegd, heb ik een beetje de onderkant van die cirkel bedekt. Zodat daar geen inkt gaat komen. Dus dat hopen we. En dan mag die voor een tweede keer nog wel hier. Nou, dat valt haast niet op, maar dat geeft niet. Het is maar het idee. Hij mag straks aan deze kant nog komen. Nou, een klein beetje beïnkten. En pak hem hier nog een keertje. Pak hem nog een keertje. Zo. Mag hij nog een keertje terugkomen.
dan doe ik hem hier. Aan deze kant. En dan mag hij wat hoger komen. Zo. Schoon. Mag die weer dicht. Oh, mijn dekseltje was... Dat vind ik een nadeel van die VersaFine Clair. Die inkpads. Doordat je... Tenminste, dat heb ik. Zo, gaat die weer. Waarom dat deze nou niet zo makkelijk open gaat. Doordat je dat dekseltje terug doet en niet... Het inktpad zo verhoogd is, raak ik vaak het inktpad en dan zit dus langs die rand zit dus die inkt. Dus als ik dan mijn inktpad zo neer, mijn dekseltje zo neerleg, heb ik gelijk iedere keer mijn inkt erop zitten. Dus dat vind ik wel, daar moet ik dus altijd wel rekening mee houden. Dat vind ik wel een nadeel van de inkt, maar voor de rest is het een hele fijne stempelinkt. Heb je dat tegen mij, Yvonne? Jij bent van het gooi- en smijtwerk als het misgaat, dus pas toch wel? Nee, toch? Ik ga verder, hoor. Ik pak nu van de Archival Inkt de Wild Honey. Daar ga ik deze nog een keertje mee afdrukken. En hoop ik dat die een beetje wat opvallen. Een mogelijkje proberen. Ik vind hem namelijk niet zo opvallen. Oh, je hebt het tegen Anna. Goed zo. Ik schrok al. Ik ben toch niet zo van het smijten. Maar je weet me nooit. Even zorgen. Dat die... Het was eventjes een beetje te veel. Zo. Het is maar een suggestie die er moet komen in die achtergrond. Ik kan er zelfs ook voor kiezen om die Crackling Campfire te doen. Dan doe ik hem eerst eventjes gewoon lekker op dat kladje. Maakt ook niet uit. We gaan die straks toch ook, als het goed is, als we tijd hebben, gaan we die ook nog gebruiken. En, nou, ik vind dat wel best zo. Een heel klein beetje in de achtergrond is genoeg. Oh, ik kan beter mijn shimmy ervoor gebruiken. Ah, ik heb misschien net ietsje meer vanaf. Zo. Met de aardijvel. Zo. Mag die ook weer terug. Even kijken. Wat hebben we dan? Een script. Vind ik ook wel leuk in die achtergrond. Heel fijntjes. Daar had ik uiteraard Your Story. De Inky Notes. Daar zit ook altijd zo'n een leuk scriptje in. Die ga ik gewoon weer gebruiken. Die doe ik lekker uit de hand. Dus even kijken. Gewoon een klein beetje inkten. Ik denk dat ik hem te donker ga vinden. Ja, ik ga hem te donker vinden. Even op het platje even af. Gaan we niet doen. We gaan hem lekker met de Distress Oxide, de Vintage Photo, gaan we doen. Hop, lekker uit het wandje. En die kan ik gewoon lekker buigen en hoef ik niet echt per se te maskeren, zeg maar. Kijk, dit is beter. Hier en daar. En met een toch een klein beetje meer inkt. Dan doe ik hem hier nog een klein beetje. Zo. Ik weet niet of het te zien is voor jullie. Ja, zo te zien wel. Oh, Simone, je hebt alleen een vierkante jellyplate. Kan ook hoor. Kun je gewoon hetzelfde mee doen. Geen probleem. Zo, die is er ook op. Die mag ook weer terug. Dit gaat even aan de kant.
Even kijken, wat wil ik nog meer? Ik wil sowieso, wil ik, dat er straks hier van die blaadjes gaan komen. Dit gaat komen. Ik wil hier een vlindertje. En hier wil ik een bloem. En dat ga ik dan apart stempelen. Eens even kijken. Dat vlindertje. Waar is mijn vlindertje? Die stempelset had ik al aan de kant gegooid. Dat is die van die Victorian Dreams, die Timeless Peony. Daar hebben we dat leuke vlindertje. Die gaan we doen. Die gaat op een kleurblokje. Dit leggen we even aan de kant. Dit ook. Ik heb hier nog een restantje aquarelpapier. Dus ik pak weer die Versafine kleur, die Fallen Leaves, om het een beetje in die tint te houden. Ik kan natuurlijk zwart pakken, maar dan vind ik het misschien weer net te zwart. En dit is al een lekkere, donkere, bruine inkt. Dus dat moet ook wel goed zijn. Even afdrukken. Even in het papier laten trekken. Ah, Cindy, je moet het gewoon proberen, joh. En je zegt wel van, het lukt me niet. Maar volgens mij zijn we allemaal veel te kritisch op onszelf. Gewoon proberen en oefenen. En dit is eigenlijk een hele simpele techniek die ik nu laat zien. Zeg nog maar een basic techniek. Ik ga gelijk. Ik zit in mezelf te praten. Het bloemetje. De bloem wil ik gaan gebruiken. Welke? Ik denk deze. Grotere. Of zal ik het kleintje doen? Nee, doe die grote. Die komt uit de Single Peony Elements. Dat is een Essential Collectie. En dat is de stamp 339. Ik ga toch, denk ik, maar die kleine doen. Is dat zo? Kijk zo. Liefjes. Of is dat te klein? Even kijken. Of deze grote. Zo. Dames, helpen jullie eens. Willen jullie die grote of de kleine? Kleine bloem. De grote of de kleine? Oh, er zit een maskertje achter. De grote of de kleine bloem? De kleine. Zo, eensgezind. Dan moet het de kleine. Ook die weer met die bruine. Met de volle liefst. En pak ik hetzelfde papiertje. Oh, jullie willen echt allemaal de kleine. Even goed in het papier laten trekken. Ik vind de afdruk eventjes ietsje minder. Doe ik nog een keer. Ietsje harder aandrukken. Ja, beter. Zo. Oh, goedemorgen, treintje. Nee, geef hem het joh. Je kan altijd terugkijken. Als je laat bent, is altijd terug te kijken. Je kunt hem straks terugkijken in de groep. Je kan hem op mijn YouTube-kanaal kijken. En dames, zijn jullie al volgers van mij op mijn YouTube-kanaal? Er staan inmiddels geloof ik al iets van 40 tutorials op. Ik neem even een slokje koffie, als jullie het niet erg vinden.
Mijn YouTube kanaal kun je vinden onder mijn naam. Oké, nou. We gaan. Kleuren. Daar pak ik de stressinktjes voor. Ik ga een vlindertje kleuren. Nou, eens even kijken. De Distress Inkt Spice Marmalade. Dus dezelfde kleur die als op de achtergrond met de oxide inkt is gedaan. En ik pak een klein beetje Mustard Seed. De gewone Distress Inkt. Ik pak een waterpenseltje. Een waterbrush. Even kijken of daar wel genoeg water in zit. Anders gaan we hem gelijk vullen. Zet ik gewoon even mijn spuitje erop. Zo. Zorg even dat er een keukenpapiertje naast ligt. Even kijken of het genoeg vochtig is. Nou, dan pak ik gewoon wat inkt op. En die ga ik, denk ik maar hier bij het lijfje. En ik ga alleen maar simpel kleuren hoor. Dat niet te moeilijk doen. Zie je gelijk al dat ik ietsje meer kleur wil. Dus pak die Crackling Campfire. Distress inkt. Pak ik ook nog een klein beetje van op. Die zet ik meer naar het lijfje toe. Kijken of ik die ook een beetje kan uitblenden. Even wat kleur uit mijn penseel. Pak ik die Mustard Seed. En die pakken we hier aan de buitenkant. Ga ik daar gelijk mee over het oranje, zodat dat ook weer wat meer kan uitvloeien. Nou, ik vind hem al. Even kijken, ietsje meer oranje. Kijken of ik hem hier aan de onderste vleugel ietsje naar buiten kan trekken. Iets meer aan de bovenkant ook. Zo, die laten we zo. Even kijken of ik mijn andere penseeltje heb, want ik vind deze niet zo heel erg lekker werken. Zo, Ingeborg, ben jij taarten aan het bakken? Dat is lekker. Feestje? Lekker hoor. Bakken, leuk. Vind ik zelf ook wel heel erg leuk om te doen bakken. Eens even kijken, we gaan de bloem inkleuren. Hier pak ik dan ook in dezelfde kleuren. Ga ik dus eerst maar eventjes met de oranje. En dan ga ik maar eventjes per bloemblaadje eventjes een klein beetje aangeven. Ik ga het heel simpel doen hoor. Zo, en dan ben ik ook gelijk stil, hè? Want als ik aan het kleuren ben, dan val ik ook stil. Dat zullen jullie ook wel hebben. Oh, jongens, Ingeborg is morgen jarig. Moeten we niet vergeten dan. Pak ik een heel klein beetje van dat Crackling Campfire. En die zet ik dan heel lichtjes aan het begin. En je ziet dat ik laat het er gewoon in dep. Ik weet niet of het goed te zien is op de camera. Maar die laat ik er gewoon eventjes. Ja, dep ik er gewoon een beetje in. Ik doe het alleen maar met het puntje van de penseel. En dat geeft niet. Ik zit hier nu net buiten, maar dat geeft niet. Ik knip hem toch uit. En hier in het hartje even rondom. Zo. Heel lichtjes. Zo. Dan heb ik nog wat gemist. Hier.
En dan pakken we toch nog een klein beetje van die Spice Marmalade. Even ietsje, ietsje meer. Goedemorgen Karin, welkom. Dus ik pak nu die Spice Marmalade en daar ga ik nog meer een beetje mee blenden. En die Crackling Campfire, denk je van, oh, die is fel. Maar zodra die in het papier is getrokken, dan wordt die al een stuk minder. Zo. Haal ik eventjes dit weg. Dan lag hier nog een beetje van die. Deze even schoon. Hier nog een beetje van die mustard seed. De gele. En daar vind ik dat je de kleur altijd gelijk sprankelijker maakt. Dus daar ga ik gewoon nog een keertje mee eroverheen. Dan zie je hem gelijk een beetje vrolijker worden, oplichten. En ik hou nog gewoon wat wit. En dan kan ik eventueel hier in de bloem. Kan ik hem wit houden. En dan pak ik hier misschien een klein beetje de Vintage Photo Oxide. Omdat ik dan die op mijn tafel staan bij me. Kan ik, pak ik een heel klein beetje op, even mijn penseeltje, even zorgen dat ik een puntje krijg, kom. Kan ik misschien zo'n beetje rondom, ietsje meer donker aangeven. Zo, meer niet, het is maar een klein beetje. Ja, Marianne, distress inkt inkleuren is, ja, dat is, werkt gewoon heel erg prettig. Oké, nou. Snap je natuurlijk al, mag dat weer uitgeknipt worden. Hop. Dat was niks. Die moet er zo ook nog eventjes gekleurd worden. Nou, dan pak ik nog eventjes een slokje koffie. Kijk ik nog of jullie nog vragen hebben. Kan ik ook nog even spieken naar de tijd. Oh, 11 uur. Tijd zat. Oké, nou even knippen. Ik ben geen held in knippen. Maar ik doe mijn best. Tim Hons heeft een nieuwe schaar, zo'n klein schaartje, die dan heel anders werkt. Waar je dus in moet knijpen, geloof ik. Is dat wat? Hebben jullie die al geprobeerd? Vinden jullie dat prettig? Hey Riek, gezellig. Leuk dat je er bent. Kan altijd terugkijken, Riek. Even, ja, mijn vlindertje. Ja, vinden jullie, oké. Henriette vindt het fijn, het schaartje, oké. Dat is natuurlijk een heel andere manier van knippen, denk ik. Nou, die tentakels, ja, die moet ik nu maar gewoon wegknippen, want normaal had ik ze wel, probeer ik ze eraan te laten zitten, maar jullie zitten allemaal op mijn vingers te kijken. Zo. Zo gaat het me nu niet worden.
pak ik mijn Sharpie weer, de twin tip. En daar ga ik de randjes, want ik heb hem natuurlijk niet perfect uitgeknipt. Oh, daar ga ik de randen mee even aanzetten. En dan verdoezel ik gelijk eventuele witte randjes aan de voorkant. Zoveel mogelijk. En dat is dan weer het voordeel dat ik de inkt waar ik mee heb gestempeld, dat dat die hele donkere bruine inkt is. Zo, kijk, pinsje gaan hier komen, bloemetje hier, moeten we die takjes nog even op kleur brengen. Dat gaan we ook weer doen met oxide inkt, even weer wat ruimte maken, die gaan we zo ook nog proberen. Ik hoop dat we daar nog tijd voor hebben. Ik ga gewoon, wat ga ik doen? Ga ik, even verzinnen. Nee, ik ga hem wel op de craftsheet aanbrengen. Een beetje mouflon heb ik en de oxide Forest Moss. Die is een stuk donkerder. Ik pak eventjes een penseeltje. Dan heb ik mijn andere penseel die ik voor de oxides heb gebruikt. Ja. Laat ik deze maar gebruiken. Nou, ik pak gewoon eventjes de lichtste kleur. En we gaan helemaal niet zo moeilijk doen. Hop. Als het maar een beetje kleur krijgt. Zo. Ik heb gewoon wat kleur op. Pak ik heel klein beetje mat erbij. Pak ik die donkere kleur. Zorg ik dat die een beetje bij het steeltje zit. En bij het begin van het van de blaadjes bij de aanzet. Zo. Doen we hier ook. Even een beetje die kleur eruit. Pak ik wat water en die lichtste mouflon. En dan kan ik nog eventjes dat wat nog wit is. Zo. Hop, klaar. Ook nog een beetje kleur geven. Zo, een beetje wit is niet erg. Dit vind ik wel weer meer dan genoeg. Lekker laten liggen. Nou, er komen zo te zien nog genoeg mensen weer binnen druppelen. Even kijken, dit kan weg. Zo, kan de oxide, die kan opzij. Die hebben we niet meer nodig. Die laten we eventjes lekker drogen. Zo. Nou. Ja, als ik hem nu op mijn... wat wil ik? Nog eventjes nog wat spetteren. Ik denk dat we dat gewoon een beetje doen. Doen we lekker in de oxide. Pak de Spice Marmalade. En ik denk zo een heel klein beetje. Nou, doen we eerst wel eventjes die spiced marmalade. Penseeltje. Dan ga ik gewoon hier eventjes wat spijs.
spettertjes aanbrengen. Zo. Want het kan natuurlijk ook wel eens zijn dat als je je afdruk maakt met de jellyplate, dat de inkt er onderdoor komt sijpelen. En dan heb je van die uitstulpingen. En als je dus gewoon wat spettertjes aan je kaart toevoegt, dan lijkt het gewoon net een of dat zo moest zijn. Zo, niet te veel. En dit laat ik gewoon eventjes zo opdrogen. Dus dit gaat eventjes aan de kant om te drogen aan de lucht. En dan hebben we misschien nog wel wat tijd om de andere af te maken. Dit was dat kladblaadje waar we de inkt op hebben afgerold. En nou, daar kunnen we dus ook wat van gaan maken. Eens even kijken. Wat willen we dan? Ik wil daar een autocintje mee gaan maken. Dus daar pak ik eventjes van erbij pakken. Dat is van de Romantic Moments, de Artist Trading Cards and Strips. Daar zit dus zo'n leuke ATC-zitje bij. Daar pak ik van de binnenmaat de grootste. En nou, ik heb hier deze al een beetje gedaan. Zullen we dit dan gewoon doen? Ja, dat kan wel. Even kijken. Een trimmertje. Want hij moet straks even door de dingen heen. Ik denk dat hij ongeveer zo. Ik kan niet meer trimmen. Of door mijn trimmer. Door mijn stansmachine. Pak de stansmachine erbij. Even vastzetten. Oh, daar valt het op de grond. Even kijken. Ik wil deze aan deze kant. Zo. Even doen. Zo, hebben we het kaartje. Even spieken. Pak even wat borsteltjes. En we gaan sowieso even een wat meer kleur aangeven. Dus ik pak weer een Spice Marmalade. Een van de kleuren die op de achtergrond zit. En ik ga eventjes wat kleur aanbrengen. Hier en daar. Zo. Ook hier kunnen we weer op de achtergrond wat gaan stempelen. Uit die Spritz, de Wild & Free, daar hebben we ook de script. En dit is een wat grotere script. Die kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken. Ik pak daar eventjes de vintage foto voor. Hop, gewoon uit de hand. En ik doe gewoon hier en daar. En wat afdrukjes maken. Zo. Waar mag die nog meer? Moet een beetje opvallen natuurlijk. En misschien hierboven. Langs de rand. Dat is wel leuk. Zo. Hieronder. Dat is genoeg. Zo. Nog terug. Ja, en ook deze, die script, deze mag er toch ook gewoon niet op. Is toch veel te leuk. Doe hem even uit de hand. Doe ik hem met oxide? Ja, ik heb het nu al gedaan, dus. Oké, gaan we weer hier en daar.
onder nog. Zo. Hop. Ja. En... zijn jullie aan het genieten? Ik ben eigenlijk zelf heel erg aan het genieten. Ik vind het altijd zo lekker om te doen. Zo ontspannend. Oh, ik doe hem nu wel weg. Maar ik wil hem nog eventjes met een andere kleur terug laten komen. Misschien wel met die Crackling Campfire. Dan doe ik hem toch eventjes op een kleurblokje. Die even dicht. En hier gelijk even een... Het wordt wel lekker zo'n zootje hier zo op mijn bureau, maar... Doe ik hem nog eventjes met de Archival Crackling Campfire. Voor alle zekerheid eerst eventjes hierop afdrukken, want ik ben bang dat hij dan anders te donker is. Nou, nee hoor. Die kan gewoon in één keer. Zo, lekker een achtergrondje opbouwen. Afdrukken. Ja, dit is echt een favoriet stempeltje. Die mag van mij, als Janine kijkt, ik weet niet of ze kijkt, maar Janine, deze mag je ook eens een keer wat in een groter formaat maken. Daar maak je mij heel erg blij mee. Zo, dat is die. Dan gaan we even naar de tijd kijken. Even spieken of dit droog is, want dan kan ik laten zien wat de bedoeling is. Kijk, dit is droog. Ja, droog, bijna droog. Kijk. Dames, dit is de bedoeling van het kaartje. Dan heb ik een donkerbruine matlaag. Zo. En dan de witte kaart. Moet ik even zorgen dat echt dit wel schoon is. Anders is mijn kaart niet meer wit. Hop. Zo. Kan zijn dat ik de... bruine matlaag, die donkerbruine matlaag, dat ik die nog ietsje smaller ga maken. Maar kijk, dan zou dit het resultaat zijn van die jellyplate. Kan ik hier nog een klein tekstje doen uit de... We hebben natuurlijk die stickerset. Even kijken of ik die makkelijk kan pakken. Ja. Een van die stickers erbij. Misschien die kraft. Dat er hier een klein stickertje bij komt. Dat zou kunnen. Maar dit is dan het idee van die jellyplate kaart. Dan hebben we die in ieder geval, dat jullie weten hoe die eruit gaat zien. Dan kunnen we nog even deze verder gaan, want dat is eigenlijk ook wel leuk. Die achtergrond vind ik nu wel redelijk. Ik kan straks nog een beetje de randen nog ietsje meer aanzetten. Deze die komen uit, even spieken, ook uit de Victorian Dreams, de Victorian Embellishments standset. En dat is deze, de buiten en de vlinder, die zit hier. Leuk setje. De bloem daarvan heb ik ook heel veel gebruikt, die is ook heel leuk. Mijn bedoeling is dat die hier komt en een vlinder erop. Dus even kijken, een achtergrondje. Kijk wat ik wil hoor. Wat wil ik? Ik ga even kijken of ik hem gewoon... Hop. Met de Mustard Seed Distress Inkt heb ik gewoon eventjes met het inkpadje eroverheen gegaan. Klein beetje nat spuiten. Doe het gewoon even snel, dames, want ik wil zoveel mogelijk afkrijgen. Dat doe ik
wil ik met een workshop ook altijd. Als ik een workshop geef, wil ik ook gewoon dat we met een afgemaakte creatie naar huis gaan. Ik vind het nooit leuk als je nog heel veel thuis moet doen. Zo, een beetje afgedept en droog. En daar zit nog een vremmeltje in. Zo. Die laat ik heel eventjes drogen. Dan kan ik met het vlindertje verder. Ook het vlindertje wil ik dat hij een beetje kleur krijgt. Dan stop ik de Distress Ink de Spice Marmalade. En ik denk een klein beetje Crackling Campfire. Pak ik mijn even kijken of die wel weer vochtig genoeg is. Pak ik de Crackling Campfire. Die zet ik bij het lijfje neer. Ik denk dat ik hem een klein beetje wit hou. En misschien toch gewoon een klein beetje water erop. Die kleur gaat lopen. Misschien toch wel een klein beetje geel erbij. En een beetje spelen. Te doen omdat hij straks wel een beetje gaat afsteken. Zo. Ligt er nu toch, dus een klein beetje water in mijn penseeltje. En ik doe gewoon even wat spetters hierop. Zo. Dan maken we deze weer droog. Die dip ik even op. De spetters. Wat kan ik hier nog op doen? Uit die Sprix stempelset van Wild & Free hebben we nog die klok. Even kijken of dat op gaat vallen. Kijken of ik een gedeelte of zo. Dit, die kleine klok erop kan krijgen. Bruin. Dan pak ik diverse van kleur. Hoe maak ik de jellyplate schoon? Ik pak eigenlijk gewoon een babydoekje. En dat met een babydoekje. En anders kun je ook gewoon een beetje water erop spuiten. En dan afdeppen met een... ik heb zo'n... doek. Dit is zo'n hydrofiele luier is dit. Die heb ik volgens mij bij de HEMA. Bij de HEMA gekocht. Zat het erop? Ja. Dat is een katoenen doek. Volgens mij is dit gewoon een hydrofiele luier. En dan kun je hem weer mee droog deppen. Ho. Ja, mijn kaartje gevallen. Hop. Oké. Die ga ik hier gewoon zo afdrukken. Hop, uit de hand. Dat was natuurlijk nog een beetje nat, maar... Zo. Die mag hier komen. Komt deze erop. Ga even kijken of ik hem. Waar heb ik mijn kleine tooltje, mijn kleine blending tool. Geef ik hem een bruine rand.
ietsje meer diepte. Graag gedaan, Viola. Fijne dag. Tot een volgende keer. Kijk, die erop. Leuk om zo dit touwtje erachter te doen. Ja, dat valt op de grond. Dat is het idee. Even kijken. Ik wil hem eventjes ietsje laten vallen. Ik pak wat witte gesso. Ja, een sponsje. Dat wat ik nu weer bruin heb gemaakt, ga ik weer wit maken. Kijken of ik hier ook nog ietsje meer... Die is wel erg nat, merk ik. Mijn vlindertje. Kijken of die ietsje meer wit kan worden. Zo. Die weer gaat dicht. Nou, dan is de bedoeling dat hij hierop komt. We kunnen witte accenten eventueel nog maken. Met de witte gelpen. Ja. Die vallen niet zo op. Het is natuurlijk ook een oxide achtergrond, dus dan wil die soms de pen niet goed pakken. Maar hij komt wel. Oh, hier en daar eventjes wat. Streepjes. En dat kan natuurlijk ook altijd met wat witte verfspetters. Zou ook kunnen. Waar is mijn lijn? Gewoon wat neer. Kijken of ik deze op. Kijk. Zo. Speelt erin terug. Om hem even wat te laten opvallen. Want vriendje, kunnen we misschien een paneltje erop doen. Deze is van de Essential Collectie, de Antique Shine. Oh, hier is mijn toeltje. Nou, dan kunnen we op wat kleintjes eronder. Zo. Fijne dag, Treintje. Leuk dat je erbij was. Gezellig. Nou, dan zou er een tekstje bij kunnen. Ik zal even de witte achtergrond. Dit is dan de basis waar die op gaat komen. Zo. Kan er een tekstje bij. Dan kunnen we even kijken. IT Victorian Dreams, de Nederlandse tekststickers. Ik denk dat we daar dan een witte sticker moeten doen. Nou, hier, zomaar. Die zit al los. Laat ik die dan. Nou, ik wil hem gewoon hierop plakken zo. Kijk.
Nou, dames. Dan zou dit het resultaat zijn van de jelly plate. Ik vind ze leuk geworden. En jullie? Dus dat kan je zien, hè? Gewoon door je breier af te rollen op zo'n klatje. Kijk, want ik heb natuurlijk nu nog een klatje achter over. Dus daar kan nog een ander ATC'tje mee gemaakt worden. Of een ander kaartje. Het hoeft niet per se ATC te zijn. Maar dan kun je dus gewoon heel goed gebruiken. En dat is leuk. Nou, dan had ik er net, zag ik voorbij komen. Dat als je de ronde jelly plate niet hebt, maar je hebt wel een langwerpige. De rechthoekige. Kijk, ik heb ook nog deze. Die is, wat is dat formaat? Ja, 3x5, maar het is 3x5 inch is die. Kijk, dezelfde soort achtergrond gemaakt. Dus dezelfde kleuren. Oxide, met die stempel. En dan heb je kaartformaat. En die kun je dus ook weer verder gaan opbouwen. Dus je kan dat echt, maakt niet uit welke maat je hebt, of je nou een vierkant hebt, een ronde hebt, het maakt niet uit, je kunt deze techniek overal opdoen. Dus die zal ik ook nog een keertje afmaken. En laat ik dan wel zien. Nou, ik heb heerlijk gespeeld. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik vond het gezellig dat jullie erbij waren. En nou ja, bedankt voor het kijken. Fijne dag jullie allemaal en tot de volgende keer. Doeg!